Ik ben een van de gynaecologen van het Vrouwmoeder-Kindcentrum van het Maxima Medisch Centrum. Het Vrouwmoeder-Kindcentrum, oftewel het VMK, heeft een aantal bijzondere eigenschappen. Wij kunnen hier mensen begeleiden tijdens de bevalling met en zonder medische indicatie. We hebben kraamsuites sinds vorig jaar geopend door Prinses Maxima, waarbij wij vooral aandacht willen besteden aan de huiselijke sfeer binnen de verloskamer. De mogelijkheid om met je partner te kunnen overnachten tijdens opnames of gedurende de bevalling. We hebben extra aandacht voor mensen zonder een duidelijke medische indicatie, maar wel de wens om in ons ziekenhuis te bevallen. Hierbij is een aantal gynaecologen werkzaam gespecialiseerd in de verloskunde, die eigenlijk alleen maar een verloskunde bedrijven. We hebben hier de faciliteiten voor opname van een zieke zwangere of een zwangere die te vroeg dreigt te bevallen. We hebben namelijk ook een neonatale intensive care unit, dat heet een NICU, waarbij we de allervroegstgeborenen kunnen opvangen en opnemen en begeleiden. Wij vinden het heel belangrijk om de familie en het gezin centraal te stellen in de begeleiding van de zwangerschap en de bevalling. Dat heet family-centered care met een mooi woord. En dat is een van onze belangrijkste punten in de begeleiding van de zwangere. De bedoeling is dat wij als het ware met verpleegkundigen op het bezoek komen bij de zwangere tijdens de bevalling. Hierdoor is de kans op een keisnede of een vacuümpompbevalling in vergelijking met de andere ziekenhuizen in Nederland heel erg laag bij ons in het Vrouwmoeder-Kindcentrum. De verloskunde is een prachtig vak. Het geeft ons de mogelijkheid om de zwangerschap te begeleiden, om de bevalling te begeleiden, om de kans op een goede ervaring van zowel de zwangerschap als de bevalling maximaal te maken. Het geeft mij in ieder geval heel veel voldoening om mensen in die onzekere situatie te kunnen helpen.